Hallo, dan ben ik weer. Het is een tijdje geleden, maar we hebben nu weer wat nieuwe dingen te vertellen. Na een zwaar ADE-weekend, waarin we 1600-1700 man hebben laten dansen, gaan we nu weer verder met het hotel, wat over 2 weken af moet. Dus ik ga jullie een stukje laten zien. Ik loop nu voor de eerste keer de lobby in de huidige vorm. Ik ga jullie een stukje laten zien, even kijken of je meedraait. Kijk. Nou, hier komen we dan langs de entree. En hier komen straks de receptiebalies. Dan loop ik zo door naar het foyer gedeelte. Hier de eerste tekenen van de bar beginnen al te ontstaan. Hier kunnen jullie zien de eerste stukjes van de nieuwe zalen. Zo, dan loop ik een stukje naar de achterkant. Eens kijken hoe het met de back of the house is. Altijd een bijzonderheid. Even kijken, ik zal weer draaien. Zo. Zijn we in de gangen die jullie eigenlijk nooit te zien krijgen. Dat is wel leuk. Mag dat allemaal. Zo, dan kom ik nu voor de eerste keer in de keuken zoals die afgemonteerd is. Eens kijken wat jullie daar kan vinden. Zo. Nou, hier moet toch wel een beetje wat gemaakt kunnen worden. Hier komt het restaurant. Zoals jullie kunnen zien begint het al aardig vorm te krijgen. De vloer zit er al in. Het plafond zit er al in. Dan hebben we ook nog het terras. Ook nog wel veel te doen. Maar het begint wel ergens op te lijken. En echt veel zin in om hier aan de gang te kunnen over 2 weken. Hier zijn we bij de bar, de eerste verdieping. Dat is echt een mooie bar. De bovenkant hangt er al. Ik ben echt benieuwd of ze het af gaan krijgen in zo'n afzienbare tijd. We zijn op de zaalverdieping. Dan wordt de roze. Nou, het begint wel ergens op te lijken hier. Mooi. Het is de Nieuwe. Kijken of we ook stiekem al congressen hebben nog kunnen zien. Ah, kunnen we goed zien daar. Nou. Hier kunnen we goed naar beneden kijken in de lobby. Ik zie ook lampen. Oh, echt wel heel gaaf om die dingen nu aan te zien. En wel een beetje meekijken de gangen. Aan de overkant zit ook het congrescentrum, al reeds bekend. Hier komen we in een stukje dat de private dining moet worden. Ook hier schiet het al aardig op. Nou, hier hebben we dan entree naar de liften. Hier moeten we straks omhoog voor de kamers. Maar die zal ik jullie volgende keer laten zien. Anders dan heb ik niks meer te laten zien de volgende keer natuurlijk. Nou, hier. Allemaal zitjes. Hopelijk kan ik jullie volgende week wat meer laten zien. Even kijken. Nou, voor nu eventjes dit. Ik kom binnenkort weer bij jullie terug met ietsje verder en andere dingen. Ik hoop dat jullie blijven kijken en dat we nog heel veel leuke dingen kunnen laten zien.